kijk u eens. Voor u de zalm, alsjeblieft. Ja, de zalm. Dan heb ik voor u de kopieën, zeg ja. Lekker. Wens de dames smakelijk eten. Ja. Is die saus bij jou niet een beetje dun? Nee. Die saus is voor mij niet te dun. Zalig. Nou, eet smakelijk dan. Ja, jij ook. Hoe is dat van jou? Heerlijk. Echt heerlijk. Maar we redden het niet met deze wijn. zullen we in Vredesnaam nog een half flesje bestellen? Ja. Ober! Mevrouw. Mogen we hier ook nog een half flesje van? Hey, helaas kan ik u daar niet aan helpen, maar wij hebben ook wel... Eveneens uit Duitsland, zoals je daar ziet, hebben we uit de Rijnpfalz, de Sauvignon, nagenoeg dezelfde kwaliteit. Zo niet beter. Nou, is die ook lekker? Hij is heerlijk goed al. Nou, dan nemen we die. Graag. Wilde jij me nog iets vertellen? Allemaal vastgepakt voor u. Kijk eens. Heerlijk flesje Rijnpfalz. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Echt wel. Slecht, inderdaad. Zeg, ja. Ik weet dingen waar jij niet het flauwste vermoeden van hebt. Kom zo terug. Zo, mevrouw. Heeft het gesmaakt? Ja. Dank je. Heerlijk. En is deze wijn veel lekkerder dan die vorige. Ja, die Rijnpfalz wijn, mevrouw, dat is echt... het is gewoon een bijzondere wijn. Het is, de meeste mensen lopen ermee weg. Het is echt een tophuis. Zalig. Werkelijk zalig. Dank je, mevrouw. Heerlijke wijn. En neem jij maar. Ik heb wel even genoeg zo. We krijgen straks ook nog rood. Weet je het zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Jij zou me nog iets vertellen wat ik niet wist. Ja, nou, ik weet niet of ik daar nou wel verstand van heb. Waar gaat het over? Gaat het over iemand? Ja, het gaat over iemand. Wie? Het is helemaal niet leuk om dit nou te moeten vertellen. Nou, vertel me maar. Wat is er een vredesnaam aan de hand? Nou, over wie gaat het? Het gaat over Maarten. Maarten? Ja, Maarten. Mijn Maarten? Ja, jouw Maarten. Wat is er aan de hand met Maarten?
zo leuk om ze moeten vertellen, maar ja, nou ja, Maarten, wie? Tel me maar. Kijk eens, dames. Voor u de Margrethe daarna, alsjeblieft. Dankjewel, de eend. En wie de duif, alsjeblieft. Ja, de duif. Ik wens de dames smakelijke voortzetting. Ja. Dank u. Dank u. Ja. Dit is lekker. Hoe is die duif van jou? Ja, die is ook heerlijk. Echt heerlijk. Zeg. Ja? Wat is er nou met Maarten? Ja, niet nu, Jenny. Waarom niet nu? Wat is er nou zo'n geheim aan? Eet nou maar. Was trouwens wel een goed idee van ons om te gaan lunchen, hè, zo overdag. Het voelde net iets van spijbelen. Vond je ook niet? Ja, ik spijbelde vroeger veel. Ja. Jij had altijd buikpijn en dan bleef ik thuis. Dat vond ik altijd zo stom. Je kan veel beter spijbelen. Ja, nu. Wat nu? Hij is weg. Wat? Wie? Vertel nou over Maarten. Goed. Het is bepaald niet iets om je te verheugen, maar... Jenny... Maar vertel me maar, ik ben helemaal hoor. Nou ja, het is zo. Maarten? Ja? Jouw Maarten? Mijn Maarten. Hij gaat met andere vrouwen naar bed. Hij heeft affaires, affaires! Maarten? Ja, jouw Maarten. Mijn Maarten, jouw Maarten. Wat erg. Oh, wat enig. Jenny. Oh, wat leuk. De schat. Hoe kan je dat nou leuk vinden wat ik je vertel? Dat had ik nooit achter hem verwacht. De engel. Hé, hey, weet je, wat zou hij met zijn bril doen? Hij weet nooit wanneer hij dat ding af moet zetten tijdens de seks. Oh, wat logisch allemaal. Hou op. Jong. Yeah. Zo, dames. Ja. Alles naar wens. Ja, weet u. Best gaat het goed. Misschien wilt u nog even een blik op de kaart werpen voor een nagerecht. Wil jij een toetje, Suzanne? Nee, ik wil geen toetje. Ik wil geloof ik wat koffie. Ik wil ook koffie. Met iets erbij. Wil jij dat ook, Suzanne? Ja. Vast wel. Twee koffie. En twee calvados. Alsjeblieft. Samen. Oh, dank u wel, mevrouw. Hoe heet je eigenlijk? Henke, mevrouw. Wat doe je nou weer aan, Jenny? Jenny! Ja,
Je bent altijd veel te aardig tegen mensen. Je moet niet altijd zo aardig doen. Nou, ik vond het een aardige man en we hebben toch lekker gegeten. Jenny, dat is echt raar. Je moet eens een beetje afstand bewaren tot mensen. Nou, jij kijkt toch niet op obers neer, hè? Nee, helemaal niet. Dat bedoel ik helemaal niet. Je bedoelt, het blijft personeel. Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar je hoeft toch die man niet aan te raken. Je vreet wel over zijn rug, verdorie. Ik vond dat hij ineens een lekkere rug had. En we hebben lekker gegeten. Ja, en ik sta daar allemaal niet zo bij stil, hoor. En volgens mij vond hij het ook heel lekker. Daar gaat het niet om. Je weet best wat ik bedoel. Vaag. Die Maarten. Oh jongens, die Maarten. Wat komen ze allemaal. Jenny. Oh, zo leuk. Hou op met lachen. Jenny. Ja, maar het is... Hou op met lachen. Het is toch allemaal idioten bespotteren. Hou op met lachen, Jenny. Zo mooi. Zo leuk. Ik begrijp werkelijk niet wat er nou zo lollig aan is wat ik jou juist verteld heb. Dat zal ik je vertellen. Komt, jij hebt alles wel door, maar je begrijpt helemaal niks. Wat bedoel je? Precies zoals ik het zeg. Zo, dames, kijk eens. Lekker twee kopjes koffie, twee glazen Calvados. Alsjeblieft. Dankjewel, Henk. Ik begrijp niet wat je bedoelt, Jenny. Dat zal ik je uitleggen. Jij vindt dat ik nu geschokt moet zijn. Waar of niet waar? Ja, hallo zeg. Ik bedoel toch tenminste dat je... Moeten jammeren, kermen, omdat Maarten af en toe vreemd gaat? Waarom zou ik dat doen, als ik het zo niet voel? Nou ja, gewoon omdat... Omdat het zo hoort? Luister, Amy Groskamp Den Haven. Dat gaat om omgangsvormen. Ons gevoelsleven is niet zo geregeld. Nou, Ik weet... Dat ik knettergek ben in de ogen van andere mensen. Ik zit daar niet mee. Nooit op een begrafenis te staan en willen gillen van de lach. Oh ja. Nou ja, op papa's begrafenis heb ik echt gehuild. Echt, Suzanne. Zei je ook niet voortdurend. Het is beter zo. Maar dat was toch ook zo? Ja, het was beter voor ons. Maar niet voor hem. Voor ons. Want wij waren dat gemartel met die zieke oude man helemaal zat. Nou, dat mag je zo niet zeggen. Nee. Tuurlijk mag ik zulke dingen zeggen. Wij mogen toch wel zeggen wat we vinden. Kan jij je nog herinneren dat we ons ziek hebben gelachen om die man van die begrafenis ondernemen? Met dat laag onder de kruis in zijn broek. Ja, maar dat was jouw schuld, want jij maakte maar dat lachen. Gebruld hebben we. Ja, maar dat wilde ik helemaal niet. Nee. Jij wilde begrafenis, huilen. Toen Evert bij je wegging. Dat vond ik een mooi voorbeeld. Jij vond dat je verdriet moest hebben. Maar je had geen verdriet. Je was beledigd. En waarom was je beledigd? Omdat Evert je net voor was. Anders was jij bij hem weggegaan. Want je hield je van hem, je verdroeg hem. Dat is niet waar. Dat is niet waar en dat mag je allemaal niet zeggen. Tuurlijk mag ik zulke dingen niet zeggen. Maar het is wel waar allemaal. Oh. Oh. Oh, Suzanne. Dit was de bedoeling niet. Ik kan je echt niet verstaan. Ik kan je niet verstaan. Wat
van Mariusje meer. Je trok op tot ik haar partij. Niks te tegen. Nou, kom op meid, we zitten in een lekker restaurant. Alle reden om vrolijk te zijn. Henk! 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 Mevrouw. Ja, wij hebben net besloten dat we nog 2 kalven door aan kunnen. En? Heel graag. Mag ik dan gelijk de rekening? Ja, natuurlijk mevrouw. Ik ben helemaal niet sterk, zo moet je niet denken. Ja, en je bent ook altijd zo vrolijk. Zo krijg je eens. Twee glaasjes kalverdos, alsjeblieft. Dankjewel, Henk. Proost. En dat we ze nog maar lang mogen rusten. Ja, proost. Wat ga jij nou doen hierna? Wat ga jij doen? Ja, ik weet het ook niet. Maar ik wil nog niet naar huis. We gaan ook nog niet naar huis. Maar laten we hier weggaan. Zullen we nog ergens wat gaan drinken? Veel, ja. Oh, Jenny. Ik ben zo blij dat we zo goed gepraat hebben met elkaar. Kom, dan gaan we. We gaan nog niet naar huis, hè? Nee, we gaan nog niet naar huis. Hey!